Het is een bitterzoete terugkeer naar het Gooise land voor acteur Leopold Witte, bekend van zijn rol als Evert Lodewijks in de iconische serie Gooise Vrouwen. Terwijl de nostalgische golven van herinneringen aan zijn tijd op de set hem overspoelen, wordt hij echter geconfronteerd met een koude realiteit, zijn afwezigheid in het aankomende seizoen van de show. Witte deelt zijn teleurstelling openhartig met de Volkskrant, waarbij hij zijn gevoelens van vergetelheid en verwaarlozing niet onder stoelen of banken steekt. Aan Gooise Vrouwen. Waarin ik vier seizoenen en twee speelfilms Evert Lodewijks heb vertolkt, koester ik warme herinneringen. Maar dat is nu slechts een kwestie van nostalgie geworden. Bekende acteur, wat hem het meest pijn doet, is niet zozeer het gebrek aan een uitnodiging, maar eerder het gebrek aan communicatie. En wat me werkelijk raakt, is het feit dat ik nooit het respectvolle gebaar heb ontvangen van een simpel telefoontje waarin me verteld werd dat mijn aanwezigheid niet langer gewenst was in het nieuwe seizoen dat naar verluid eind dit jaar zijn intrede zal maken op televisie. De reacties op zijn onthulling zijn gemengd. Terwijl sommigen zijn openhartigheid prijzen, trekken anderen de logica van zijn teleurstelling in twijfel. Tina Nijkamp, een voormalig zenderbaas van SBS 6, uit een begrijpend maar verrast oei. Een van haar volgers werpt een tegenargument op dat de afwezigheid van Witte in het nieuwe seizoen eigenlijk heel logisch is. Hij heeft vijf seizoenen lang een prominente rol gespeeld. En laten we niet vergeten dat zijn personage in de tweede film het leven liet. Het lijkt me dus vrij evident dat het verhaal van het nieuwe seizoen zich na deze gebeurtenissen afspeelt, waardoor zijn afwezigheid begrijpelijk wordt.